De FC Groningen aast op Willem II-spits Ernie Stewart. Veendam deed zaken met Henny Meijer. De oud-spits van FC Groningen tekende voor 2 jaar. Meijer speelde eerder bij Telstar, Volendam, Roda, Ajax en schreef geschiedenis als de man die het allereerste doelpunt maakte in de Japanse profcompetitie. Hij speelde bij de noordelijke clubs Heerenveen, Cambuur en FC Groningen en vanaf volgend seizoen dus ook bij Veendam. Behalve voetballen gaat Meijer ook trainen. Hij neemt de C-jeugd van Veendam onder zijn hoede. Als voetballer is Meijer, met alle respect, met zijn 34 jaar op leeftijd. Maar hij vindt dat hij door al zijn ervaring een completere speler is geworden. Natuurlijk, je bent wat ouder, dus je ziet de ruimte beter. Je loopt niet meer als een gek achter de bal aan. Ik bedoel, als je normaal wat jonger bent, dan, ja, dan bruis je van energie. Dan wil je natuurlijk, dan loop je meters of ik zeg van het is niet nodig. Dus ik moet zeggen dat ik, dat zie je toch gewoon beter nu. Welke invloed kun jij hebben op de jongere spelers bij Veendam? Nou, als je nagaat dat ik toch een heleboel clubs gehad heb. En dat neem je natuurlijk een stukje ervaring mee. En ik moet zeggen, dat hoop ik hier op Veendam ook over te brengen bij jongens. Ik denk dat nu zijn kwaliteiten wat meer liggen in makkelijk aanspeelbaar zijn. Uitstraling, persoonlijkheid, angst inboezemen bij een tegenstander. Zelfvertrouwen kweken bij de eigen ploeg. En ik denk dat als hij speelt, dat hij ook voor het Veendam publiek het een en ander kan betekenen. Ik denk dat mensen enthousiast over hem kunnen worden. Bij FC Groningen was je voortdurend een van de topscorers. Scoor je nog veel doelpunten? Ik moet zeggen, nou, 5 duels hebben we nog niet gescoord. Maar normaal, na een redelijk seizoen, moet ik er toch wel 14 kunnen maken. Een spits die 14 keer scoort, misschien Henny Meijer. En dat kan de BV Veendam best gebruiken. Gistermiddag kwam titelkandidaat AZ op bezoek aan de Lange Leegte. En die ontmoeting liep niet goed af voor Veendam. Het werd een kansloze 2-0 nederlaag. Tot verdriet van trainer Schulting. Wij hadden na 5 minuten al met 2-0 achter kunnen staan. Dat was de kracht van AZ. Maar ik denk ook wel een beetje onze eigen zwakte. Omdat wij heel slecht aan de wedstrijd begonnen zijn. Hoe kwam dat? Ja, als ik daar een verklaring voor had, dan had ik het na 5 minuten al gecorrigeerd. Ja, een wedstrijd loopt op dat moment zoals hij gaat. En AZ die profiteert daar op een ongelooflijk goede manier van natuurlijk. Dat is ook wel weer hun klasse. Maar ik moet je zeggen, de manier waarop wij duels verloren, waarop wij met balbezit niks deden, de manier waarop de goals vielen, de manier waarop we duels aangingen, het was allemaal net niks. En vooral de beste voetballers van Veendam hadden een off day. Wiekens speelt slecht in op een McAndrew. Wordt fel op de huid gezeten door Busker. Molen kan schieten. Voorlangs. Het eerste gelukje voor Veendam. Meteen al in de beginfase van de wedstrijd. Doelschop Darwinkel. Het kopduel wordt weer gewonnen door een AZ-speler. Veendam probeert nog uit te verdedigen. Maar AZ was agressiever. Had meer routine in de ploeg. Zoals bijvoorbeeld hier met die paas van Hesp. Kopduel wordt wel weer gewonnen. Maar dan is Lesmond Prinsen de laatste week wat uit vorm. Niet fel genoeg in het duel. De voorzet en het schot van Keur weer net naast. En zo had Veendam, zoals Schulting al zei, in die beginfase meteen al op een 2-0 achterstand gezet kunnen worden. Hier een kleine kans misschien voor de Veendam. Maar Huytema verliest het sprintduel van de stevige verdediger Wijker. En kansen hebben we eigenlijk in de eerste helft voor Veendam niet gezien. Roembiak dan. Bal over de zijlijn. Nee, niet over de zijlijn. Wordt ingehouden. De linkerkant van AZ buitengewoon gevaarlijk. Kruzen komt van links naar binnen en paast dan op Buskermolen. En Buskermolen wordt achtervolgd door Slor. Grijpt niet goed in. De grote teen van Piet Keur. Pin zit er normaal gesproken bij AZ. Maar hij begon tegen Veendam in de basis. 3 doelpunten dit week einde. Voorzet Latuheru. Wordt wel gekopt, maar niet goed weggekopt. Weer Buskermolen. Darwinkel. En Kruzen. De genadeklap ongetwijfeld voor Veendam. En Schulting ontstemt. Als een bal diep gespeeld wordt over de rechterkant bij Rick Slor, dan is normaal gesproken Rick Slor de uitgelezen persoon om dat sprintduel in ieder geval te winnen of in ieder geval niet zo makkelijk te verliezen. Nou, ik vond dat hij het nou te makkelijk verloor. Komt een voorzet, Piet Keur tikt die bal eigenlijk in de lege goal. En de tweede was een voorzet van de rechterkant. Ja, je weet ook dat er toch wel wat kopkracht met Keur in het team staat. Ja, dan heb je ook een keeper nodig die dan op bepaalde momenten heerst in zijn 16 meter. Nou, dat was duidelijk niet het geval.
Ja, de bal wordt geloof ik door de keeper nog wel aangeraakt door Darwinkel. Maar voorlopig, vervolgens belandt de bal voor de voeten van Kruse en die tikt die bal zo binnen. De AZ-aanhang, veel supporters waren meegekomen en ze ruiken de Eredivisie. Paas McEndrew op Slor, een van de weinige mogelijkheden en daar moet je veel mee doen. Maar wat doet Slor dan? Een hele slechte voorzet en een gemakkelijke prooi voor de keeper. En hij weet dat, Slor. Mutsaas, de invaller. Drie spelers had Vonk inmiddels gewisseld. Maar de invallers waren bijna net zo sterk. Lato Heru, Wiekens grijpt niet echt in, niet doortastend genoeg. De voorzet en dan een kopballetje van Den Turk. Maar net naast. En anders had er gewoon 3-0 op het scorebord gestaan. Ja, veldheer Vonk. Mislukt bij FC Groningen, maar succes bij AZ zit eraan te komen. Kopduel Schippers en Radomski. Radomski weer, Schippers. En dan een paasje binnendoor op Van der Meulen. En de enige echte kans in de wedstrijd nu voor Van der Meulen. Oh, Ruitenbeek buiten zijn 16. Je mag wel hens maken, maar dat moet je doen in het strafschopgebied. Jawel, de rode kaart. Een correcte beslissing van Egmond. Ja, ik krijg een goede steekpaas tussendoor en het was geen buitenspel. En ik neem de bal mee en ik kruis voor Fortes Rodriguez langs, geloof ik. En ik zie de keeper uitkomen en die is buiten zijn 16. En ik wil hem omspelen rechts en langs en hij gaat liggen. En hij stopt hem heel duidelijk met zijn handen, houdt hij hem tegen. Ja, waardoor hij dus terecht een rode kaart krijgt. Maar ja, ik had hem liever zelf gemaakt dat hij niet gedaan had. Dan was het nog 2-1 geworden en dan hadden we nog kans gehad op die gelijk maken. Maar hier schoot er niet veel mee op. Van de vrije schop levert ook niets op. Te weinig overtuiging bij Wiekens. Schot in de muur. En het geluk komt niet van boven. Inia staat nu in het doel bij AZ. Vonk had drie spelers gewisseld en Inia was veldspeler. De laatste kans voor AZ zit eraan te komen voor Mutsaas. Hij was gepasseerd door Vonk. Heeft toch 10 doelpunten gemaakt in deze competitie. Maar Vonk heeft een brede basis en een goede selectie en veel klasse. Ja, eigenlijk was het één groot drama. En dan spreek ik ook voornamelijk voor mezelf. Maar alleen, ja, we hebben gewoon strijd de eerste helft zeker qua duelkrachten absoluut veel te weinig gebracht. Iedereen. En ik denk dat je daarom die 2-0, 2-0 weggeeft. Tweede helft doe je het iets beter. Alleen ja, creëer je te weinig kansen en verlies je de wedstrijd.